Ik zit hier naast Niels. Je kan een jaar lang gratis rijden in een Toyota Corolla winnen. Wel met een challenge natuurlijk. Ja, zeker. Wat is jouw challenge? Mijn challenge is om als Ajax supporter in een volle auto met allemaal Feyenoord spullen en Feyenoord supporters het uur vol te maken. Nou, we hebben gezorgd voor de juiste soundtrack in de auto. Daar kom je zo meteen wel achter. En kijk eens even achter je. Ja. Ja. Deze mannen gaan jou begeleiden. Heel veel succes. Dank je wel. Wat leuk. Helemaal niet. Meer dan Feyenoord. Amsterdam. 90 minuten te lang voor onze club uit Amsterdam. Gekhuis op de tribune. Okay. Maar waarom ben je voor Ajax geworden? Want dat vraag ik me af en toe wel eens af. Opvoeding heet dat. Nee. Oh! Ja, slechte opvoeding. Dat is laksigheid. Dat is toch geen stadion, Arena? Een mooier stadion dan de Kuip. Nou, dus dat kun je dus echt niet zeggen. Je gaat er met een roltrap naar boven, hè? Dat doe je in een winkelcentrum. Dirk Kuyt, ik heb nog een fragmentje. Dirk Kuyt, vanaf 11 meter. Raakt! 3-0 voor Feyenoord. Lekker jongens, zo. Maar je zag net als die voetgangers, kijk, het voordeel is als hij nou voor je auto komt, dan remt hij vanzelf. Dat is handig, hè? Hij herkent voetgangers en fietsers. Behalve Ajax hier. Behalve Ajax, hier. Daar rijdt hij door. Dat zit er niet in. Omschrijf even wat je voelt. Wat gaat er door je heen? Even als een echte sportverslaggever. Even een mooi sjaaltje om. Smerige dingen. Niels, goed gedaan. Hoe vond je zelf dat het ging? Het was erg zwaar met de jongens achterin, maar ja. Net zoals echt Ajax-ziet, houdt hij het altijd vol. Wauw! Nou, vrijdag hoor je of je deze auto gewonnen hebt. Wil je andere challenges horen? Luister naar de 538 Ochtendshow op 538.